Want dat begrijp ik wel. Ze voelen zich dan meer, zeg maar, gebonden aan die persoon. En dan denken ze van, ja, die begrijpt me wel beter, denk ik. Dus ja, dat heb ik soms ook. Ik denk dat dan veel mensen minder verschillende hoeken van een verhaal bijvoorbeeld zien als er bijvoorbeeld iets gebeurt. Of dat er dan ook meer spanningen ontstaan, omdat er dus minder communicatie is. Toen ik jong was, toen stonden de punkers bij de punkers en de kakkers bij de kakkers. Dus wat is er nou zo erg aan? Ja, nou, het heeft te maken met botsing tussen westerse en niet-westerse waarden en normen. En ja, ook je wil natuurlijk toch ook een baan later in de samenleving krijgen. En dat is toch lastig als je niet goed geïntegreerd bent. Wij voeren heel veel gesprekken en wij pushen echt dat kinderen veel met elkaar doen. Ook oudere leerlingen met jongere leerlingen, dat ze met elkaar in contact blijven. Dat is wat wij eigenlijk vooral doen. Pushen hoe dan? Door bijvoorbeeld werkweken samen te organiseren, sportkampen samen te organiseren. Zoveel mogelijk dat los te laten, onderbouw, bovenbouw, dat soort dingen. Gewoon proberen leerlingen met elkaar om te laten gaan, van elkaar te leren.